goedenavond, welkom terug. Naast mij is aangeschoven meneer Reitsma, wethouder. Goedenavond. Want we hebben u net al in actie gezien met een hele hoop vragen die er vanuit de raad waren. Wij hebben er ook nog een aantal voor u. Ik hoop dat u daar een antwoord op kunt geven. Helemaal goed. Wat ik als eerste afvroeg is, we hadden vroeger de melkertbanen. Is dit nu een melkertbaan of is het iets in een nieuw jasje? Nee, dat klopt. Ik heb meerdere media gelezen en gehoord. Die zeiden al van, hey, dat is een melkertbaan uit het verleden. En dat weet ik nog wel aardig. Het verschil, een melkertbaan werd ook gecreëerd. Dus dat is een overeenkomst. Ja? Het grote verschil met een melkertbaan is wel, dat werd een ervaringswerkplaats genoemd. Of iets in die strekking. En dat zou ik dit niet willen noemen. Dit is gewoon een volwaardige baan met een volwaardig salaris. En zo dient het ook te worden neergezet. En dat vind ik wel een verschil in beleving. En dat moet niet alleen zijn op papier, maar dat moet ook merkbaar zijn in de praktijk. Oké. Men krijgt een volwaardig salaris, zegt u. Ja. Van wie krijgen ze dat salaris? Komt dat vanuit de gemeente of wordt dat vanuit Caparis geregeld? Ja, dat regelen wij. Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst op dit geval met Caparis. Dus zij zijn formeel de werkgever. Ja. Financieel regelen wij dat natuurlijk onderling, want wij hebben er geld voor gereserveerd. Dus het is onze pilot, onze begeleiding. Maar het werkgeverschap ligt bij Caparis. Dus. Caparis kennen we natuurlijk goed. Ja. Is een betrouwbare partner. Werken we heel veel mee samen. En weten we ook, dat is een heel mooi vangnet, in geval van, voor deze doelgroep. Waar zij de expertise op hebben natuurlijk. Ja. Als we kijken naar Leeuwarden en landelijk, hoe doet Leeuwarden het dan qua scheppen van banen? Heeft u daar een idee mee? Nou, scheppen van banen, waar je hier echt naar kijkt, is heel lokaal. Dus waar heeft een dorp behoefte aan? Waar heeft de wijk behoefte aan? En vervolgens leg je hem terug naar wat past er bij diegene. Dus dit is heel erg lokaal, dus dit kun je ook. Dit is deels gecreëerd. Ja? Een belangrijke voorwaarde is dat het additioneel is. Dus dat we niet reguliere banen gaan invullen. Want daarvan zeggen we, de arbeidsmarkt is op dit moment een verschrikkelijke krap. En daar kunnen we kijken naar wat zijn er nog meer van de mogelijkheden. Dus het is niet zozeer het aantrekken van werk, maar wel het creëren van. En dan focussen we heel erg op het werk. Maar het is natuurlijk een prachtige besteding voor iemand waarvan we zeggen, goh, die zou het fijn zijn om weer het ritme op te pakken. Om weer die structuur te krijgen. Om er weer het gevoel te krijgen, ik doe ertoe. Ik heb een bijdrage aan de lokale samenleving. Nou, dat proberen we te bewerkstelligen. Ja, dat klinkt mooi. Ja. Ik hoop het. Ik hoop dat het in de praktijk net zo mooi gaat als dat het klinkt. Ja, dat is veel belangrijker. Mooi, maar hoe vindt nou zo'n selectie plaats? Ja, terechte vraag. Nou, die hoorden we net ook in de raad. En dat is heel lastig, want je weet, er zijn mensen, die werkgevers of instanties, die komen bij op de lijn en die zeggen, ik heb daar wel ideeën bij. Wij hebben natuurlijk onze bestand wat we goed kennen, inmiddels via onze consulenten en onze jobcoaches, zoals het dat mooi noemt. En dan ga je kijken naar, ja, wie zou daarvoor in aanmerking komen. Het is een pilot voor 25 mensen. Dat is dan ook wel jammer, want het liefst zou je dit meer willen doen, voor meer mensen willen gunnen. Het is een pilot. Het is een pilot, dus daarvoor moeten we ook gaan kijken, in zo'n pilot, wat zijn de werkende principes? En wat nou als het blijkt te werken en het gaat goed en we weten goed, wat is nou die Leeuwarden variant van die basisbaan? Ja, dan hoop ik dat we er natuurlijk meer aan kunnen bieden. Maar zoals de criteria nu er is, daar selecteren we in principe op. En dat betekent ook dat de mensen buiten de boot zullen vallen. Zo eerlijk moeten we ook zijn, want er zijn honderden die hiervoor in aanmerking komen. Ja, er zijn dus heel veel mensen die het graag zouden willen. Dat denk ik wel, ja. Wat verwacht men qua aantallen wat door kan stromen, procentueel? Heeft men daar een idee van? Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen de eindstreep haalt. Nee, moeten we echt gaan kijken in de praktijk hoe zich dat uitwijst. Waar ik wel voor wil waken is dat we meteen vanaf het begin de druk erop leggen dat er moet worden uitgestroomd naar werk. Want we zien ook vaak dat het om een doelgroep gaat die dat wat beklemmend vindt of die daar die daardoor weer een stap terugzet. En dat zouden we niet willen. Dus in principe gaan we uit van wat is nou de kracht van die persoon. Waar kunnen we dat ten goede doen benutten en uitnutten? Hoe kan diegene weer een bijdrage voelen? Nou, en daarna moeten we maar eens kijken, naar verloop van tijd. Joh, zit er meer in? Waar is nog begeleiding bij nodig? Dus dat is ontzettend verschillend. Dus op percentage kan ik dat niet zetten. Nee, dat is lastig. Ja, snap ik. Ja. En het zou mooi zijn, hè? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, werken werkt, dat weten we allemaal. Ja. Dus dat wil je iedereen gunnen. Ja.
is het ook mogelijk om binnen een huishouden ook dat twee keer aan te bieden? Hè? Dus we hebben wel gehoord dat het kan parttime, het kan fulltime. Mm-hmm. Maar kan bijvoorbeeld als men één huishouding heeft, ook twee mensen in aanmerking komen voor die pilot. Ja, interessant. Weet ik niet. Maar er zijn heel veel situaties uit de praktijk waarbij je nu kunt gaan kijken, zou het passen? Ja? Nou, daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus daarvoor zeggen we ook, hè, in andere gemeenten is het allemaal wat strikter. En hier hebben we gezegd, joh, het is een ervaring die we op gaan doen. En vanuit daar gaan we ook kijken. Nou, dat noemden we net ook, hè, die monitoring is belangrijk. Niet alleen naar kwantiteit, hè, dus heb je de 25 gehaald of zijn ze allemaal uitgestroomd naar werk. Maar veel meer, wat heeft het met die persoon gedaan? Wat heeft het gebracht? Nou ja, daaruit, uit die blauwdruk halen, wat waren daarachter de werkende principes? En daarmee nog eens een keer verder gaan. En nogmaals, als dat allemaal binnen een huishouden kan, ja, dat durf ik niet te zeggen. Als het past en het kan, nou ja, dan laten we dat doen. Ja, helemaal goed. Ja, je ziet inderdaad dat de overheid vroeger heel streng was met bepaalde dingen, maar mocht niet meer verdienen dan dat. Ja. En je ziet inderdaad nu een omslag dat men meer maatgericht en humaangericht te werk gaat. Ja. Dus dat, Is er ook bij begeleiding bij een terugval? Zeker. Ze worden nu al begeleid natuurlijk door ons, vanuit de bijstand. Ja? Daarna, als je aan de slag gaat met de basisbaan, dan behoud je je begeleiding. En dan zal die ook gericht zijn, hè, in de context passend van je werkplek. Dus dat is mooi dat je dat daar ook kunt bieden. En vervolgens is er een terugval. Ja, dan is daar uiteraard weer gepaste begeleiding. Dus die mensen zullen altijd worden begeleid. Het is niet zo, nou ja, u krijgt nu even de begeleiding omdat u toevallig een basisbaan hebt. Nee, die is blijvend. Juist bij deze doelgroep, omdat je weet hoe kwetsbaar ze zijn, dat het belangrijk is dat ze niet met een rotgevoel weer terug zouden gaan. Dat wil je niet bereiken. Nee. Nou, is het een traject van 2 jaar. We hebben 25 banen beschikbaar. Mm-hmm. Stel dat iemand al na een jaar met succes op de arbeidsmarkt komt. Ja. Komt er dan weer een nieuwe plek beschikbaar? Ja, dat proberen we wel. Ja? Dus dat is net als met, we noemden net het loonkostensubsidie. Dus als er een verminderde loonwaarde is, dan kan het verschil kan worden gecompenseerd. Dat is allemaal heel technisch. Maar daarmee kun je wel financiële ruimte inbouwen om bijvoorbeeld meer mensen zo'n plek te geven van het gereserveerde budget wat je hebt. Dus we hebben een afgesproken bedrag per jaar, €500.000 voor deze mensen. Ja, als je natuurlijk meer kunt plaatsen voor dat bedrag, dan zou dat mooi zijn. Ja. Kijk, als we over het budget heen gaan, dan hebben we een ander gesprek dan. Dat hangt echt van het budget af. Moet ik me melden bij de raad? Ja, dan komt u weer terug. Ja, heel goed. Ja. Sowieso, geloof ik. Dus, absoluut. Nee, we gaan dit evalueren. En daar neem ik ook iedereen graag in mee. En de raad, gezien ook de vragen, de betrokkenheid, is dit een onderwerp wat leeft? Ja. Dus dat is ook mooi om samen achter te komen. Helemaal top. Dank voor uw gesprek. Graag gedaan. Wij gaan even op pauze. Wij zien u graag straks terug bij de raadsvergadering. Omroep Leeuwarden voor stad en dorp.